Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft vandaag de Surinaamse Electronic Single Window gelanceerd. Dit deed het ministerie in samenwerking met het bedrijf Crimson Logic van Singapore. De Surinaamse Electronic Single Window is een digitaal platform dat het makkelijker maakt voor handelaren om zaken te doen. Zo kunnen vergunningen, certificaten en verklaringen nu online worden aangevraagd. Volgens minister Steven Tsang heeft Suriname met deze stap een historische doorbraak gemaakt. De voordelen van de Suriname Electronic Single Window zijn 1. Het versnellen van de procedures, omdat overheidsinstanties en processen nu digitaal met elkaar zijn verbonden. 2. Het stimuleren van de interactie en begrip tussen de overheidsinstanties die betrokken zijn bij de import, de export en transitie van goederen. 3. Het mogelijk maken van de traceability van documenten door een tracking systeem waarmee op elk moment de status van het document te achterhalen is. 4. Het overzichtelijk maken van de vele processen en procedures en het verzamelen van handelsdata waarmee de overheid de data gestuurde beslissingen kan nemen voor efficiëntie en transparantie. 5. Het stimuleren, verbeteren en transparant maken van de inning van invoerrechten en andere overheidstransactiekosten. En 6. Het verlagen van de kosten voor de overheid omdat er een transitie is van papierwerk naar digitale documentatie. Minister Tsang wil het mobiel betalingssysteem hanteren bij de Electronic Single Window. Op deze manier worden de diensten nog meer vergemakkelijkt. Voorkomt de loperij en het contact tussen de ambtenaar en de handelaar. Want alles kan nu via de mobiel en via computer. De handelaar kan dit systeem gebruiken om toegang te krijgen tot alle noodzakelijke handelsgerelateerde documenten via een enkele digitale login bij de overheid, bij de relevante instanties, en kan deze documenten gelijk sturen naar de douane, de ministeries, BOK, UPD, etc. Overheidsambtenaren kunnen op hun beurt deze documenten digitaal controleren, verifiëren en goedkeuren, en daarbij wordt de handelaar gelijk op de hoogte gesteld middels digitaal bericht. De Suriname Electronic Single Window zal de dienstverlening van de overheid naar de burger toe flink verbeteren met dit platform. Met de integratie van het mobiel betaalsysteem zelfs gaan we in het vervolgstadium verder met het verbeteren en vergemakkelijken, maar vooral het transparanter maken van de dienstverlening aan de private sector en de burgers. U zag dus minister Steven Tsang van Handel, Industrie en Toerisme vandaag bij de launch van de Surinaamse Electronic Single Window.